ben Ranier van der Heil en ik ben werkzaam bij een reïntegratiebureau. En eigenlijk vanuit die hoek heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen weliswaar genezen zijn van kanker. Maar dan begint het voor sommige mensen eigenlijk pas, omdat ze een hele lange periode van herstel krijgen. En in sommige gevallen eigenlijk ook gewoon niet meer herstellen zoals ze waren voordat ze kanker kregen. Daarbij was het eigenlijk zo dat ik van kinds af aan eigenlijk al bekend was met kankerbestrijding. Mijn moeder die liep jaar in jaar uit met de collectebus en het geld werd gedeeld op een grote tafel. Dus dat zit een klein beetje verweven in mijn DNA. Hè. Dus toen het doel erbij kwam, toen dacht ik van dit moet ik voortzetten in het licht van mijn ouders die zich daar ook altijd voor inspannen. Dus dat was helemaal dubbel op plezier voor mij. Dat er iemand die je naast de omgeving kanker krijgt, dan realiseer je eigenlijk opeens van hey, dat kan dus ook gebeuren in je hele naaste familie. Hè, totdat je dat niet heel dichtbij hebt meegemaakt, dan denk je altijd van dat gaat mijn deur voorbij. Maar dan realiseer je dat dat niet zo is. Het is wel iets wat je dan, wat dan toch wel eens eventjes naar boven komt op het moment dat je het zelf zwaar hebt. He, dan denk je wel van, jij hebt het even zwaar, je staat straks dan top en het is weer plezier. Maar op het moment dat je dat niet hebt, dat je kanker hebt, dan is dat een hele andere zaak. Met trainen is het ook zo, hè? Je hebt momenten dat je er een beetje doorheen zit, maar er zijn altijd weer momenten dat je het achterlaat en dat het goed gaat. En dat vind ik ook een hele mooie metafoor met het leven zelf. Hè? Je hebt altijd momenten dat het eventjes minder gaat, maar je weet ook, dat gaat voorbij en het gaat ook weer bergop, om het zo maar te zeggen. Aan de ene kant is het natuurlijk prachtig, hè, dat we gisteren ook hoorden dat 66% van de mensen die kanker krijgt weer herstelt. Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat er denk ik nog heel veel te doen valt om zo gericht mogelijk medicijnen toe te dienen dat de gevolgen na de kanker zo beperkt mogelijk blijven. En daarom is het belangrijk dat we geld ophalen voor extra kankeronderzoek. Zorgen dat mensen het overleven en dat ze op een goede manier kunnen genezen.